Hallo allemaal en welkom in een nieuwe aflevering van TechMike. Mijn naam is Magali Dereu en wekelijks nodig ik een ondernemer of een thoughtleader bij mij uit, op de sofa. Vandaag heb ik Iyanka Vleerakkers bij mij zitten. Vandaag bekend als storytelling-experte, mentor, spreker en nog veel meer. En we gaan het hebben over haar carrièrepad en alles wat met storytelling te maken heeft. Welkom Iyanka. Dag Magali, welkom. Vertel eens, want daar ben ik zelf heel benieuwd naar. Hoe heb jij... Ik kende jou als actrice, als Prinses Prieeltje van Kulde Sipke. Ik keek daar vroeger op zondagavond naar met mijn ouders. Grote fan. Hoe heb jij de weg van actrice naar storyteller beleefd? Oké, en dat 5 minuten, denk ik, maximum. Hè? Of 2, hè? Kulder Sipke was de start van mijn carrière als acteur, maar wel een beetje een doorbraak op dat moment. Ik was toen een jaar of 20. Ondertussen heb ik een carrière van bijna 30 jaar acteren achter de rug. Heb ik die ook afgesloten. Omdat voor mij dat hele verhaal gekend was. Hè. Dus ik had alle in- en outs geleerd en er zat voor mij niet veel groei in. En als dat er één ding is dat er bij mij moet inzitten, is dat groei. En gelukkig heb ik veel interesses en het geluk van ook meerdere talenten te hebben. Die heb ik dan gebruikt en ben ik beginnen aftoetsen. En in mijn parcours heel wat interessante mensen ontmoet. Waardoor dat ik dat het, niet het pad vrijgemaakt werd, maar het pad zichtbaar werd. Ja, maar toch, de acteerwereld en storytelling, eigenlijk liggen die toch wel heel diep bij elkaar. Absoluut, dat is Dat kunnen mensen zich veel te weinig inbeelden. Ze denken aan een acteur. Ja, dat is iemand die doet alsof, die heeft allures. Dat is een groot kind. Wat ook deels waar is. Het blijven een beetje grote kinderen. Maar dat heeft zo zijn voordelen ook. Naast het acteren heb ik ook geregisseerd. Ben ik theaterstukken beginnen schrijven. Ben ik programma's beginnen maken. En ben ik dus beginnen werken met het materiaal dat je als acteur krijgt. Als scenarist gaat maken. En dan begint je te werken met de voor- en de achterkant. Want voor de schermen, achter de schermen. Ja. En je begint je mechanismen te zien dat je kan doortrekken naar andere sectoren. Ja. Wat ik mij ook wil herinneren is een feeling forward verhaal waarin jij terugblikt op je carrière. Ja. Ook een anekdote over Jan de Cler, over dat je moest boos worden of huilen. Ja. Je bent jezelf wel tijdens die acteercarrière wel tegengekomen. Ja, dat is een conditio sine qua non, dus dat moet gewoon. Dus, en dat vertel ik ook vaak als ik keynotes geef of als ik in mijn werk als speaking mentor. Dat is als je niet faalt, als je niet met je hoofd tegen de muur loopt, als je niks uitprobeert dat mislukt, dan leer je ook niet. Hè? En dat leerde ik op een heel harde manier tijdens het spelen zelf. Als je werkt met grote acteurs zoals Jan de Cler, dan kom je dat tegen en dat je op een gegeven moment een scène hebt die dat je niet gespeeld krijgt, dat je denkt, waar moet ik dit halen? Of ik heb geen goesting, of ik durf niet. En dan word je gewoon heel hard geconfronteerd met gewoon iets doen. Doe iets, ga gewoon te ver. En dan ga je zoeken naar wat is dan mogelijk of wat is dan beter. En het is vaak zo dat in het werk van de acteur en ook van de spreker of van de innovator, van de creator, van de storyteller, dat in het proberen en mislukken, dat daar de kiem zit om het beter te doen en om een oplossing te vinden. En dat vind ik zo waardevol. Dat is wat failing forward voor staat. Hè? Ja, ja. Natuurlijk ga je dat doortrekken naar het leiden van een business of een zaak doen groeien. Dan, je moet altijd een beetje rekening houden. Je moet de berekende risico's blijven. Je moet niet zo wild in het wilde weg gaan doen. Ja. Maar qua spreken kan dat, qua acteren kan dat. Op heel veel vlakken is dat zelfs aangeraden, is dat een must. Ja. En op welke andere manier ben jij jezelf in die carrière toen tegengekomen? Op welke andere manier? Ja, ik heb op het einde van het hele acteren verhaal gemerkt dat er te veel ondernemersbloed in mij zit. Waardoor ik niet meer paste in het idee dat ik in de afhankelijkheid dat ik had als acteur. Dus ja. Je zit te wachten tot als je gevraagd wordt voor een casting of voor een rol. Je moet passen in een vakje dat iemand voor jou gekozen heeft. Dat vakje, dat kan je niet wijzigen. Dus denk aan typecasting. Dan moet je, dus een regisseur moet jou goed vinden. Maar vroeger was het alleen de regisseur en die besliste dan. Nu, dan verschoof dat naar de producer. En uiteindelijk is het een zender die bepaalde wie of wat in een programma gaat zitten. Nu, die zender heeft een heel andere agenda dan een regisseur die een artistiek werk probeert te maken. Ja. En op de duur dacht ik van, dit is een commerce.
goed dat de regels zo zijn, maar zo werk ik niet. Dus mijn groeipotentieel werd heel hard belemmerd door de manier waarop dat men te werk ging. En daardoor moet je op den duur nog rollen spelen. Je denkt, ik heb dit al 10 keer gespeeld. Is het de ene Vlaamse reeks naar de andere, waar het scenario ook maar... Ja. Is dat niet het gevaar met België? Wel, ik moet wel zeggen, met bijvoorbeeld de 12 en dat is veranderd, hè. Die scène is veranderd ondertussen. Dankzij Taxshelter is heel dat domein opengebroken. Maar voor mij was dat te laat. Ik was al te ver. Ik had al een keuze gemaakt van ik wil andere dingen doen. Ik wil veel meer creëren. Vooral de baas zijn over de dingen die ik maak. En mijn eigen groeipotentieel in handen blijven houden. En dat kunnen opzoeken. Had ik die beslissing niet genomen, dan had ik nooit Peter Hinze ontmoet. Had ik nooit met hem beginnen werken. En had ik ook nooit met al die andere CEO's en die leiders die ik nu over de vloer krijg, kunnen samenzitten en kunnen nadenken over hoe kan je een nieuw idee de wereld in helpen. En dat vind ik interessant. Ja. Het is het nieuwsgierige in mij. Ik ben altijd heel nieuwsgierig geweest en in het acteren op een gegeven moment raakt de nieuwsgierigheid op. Dus je hebt al het dramatische werk al... Het is goed genoeg geweest. Het was oké. Ik heb 30 jaar gedaan, dus het is lang genoeg. Hè. En waarom komen CEO's en bedrijfsleiders, zoals een Peter Hinze bijvoorbeeld, vandaag bij jou over de vloer? Ja, Peter Hinze, we zijn elkaar gewoon tegen het lijf gelopen tijdens Creativity World Forum in 2014. En dat is dan op zich al een verhaal apart. Maar waarom komen ze bij mij? Omdat ik moet gaan hun vragen, denk ik. Maar deels door het parcours dat ik heb afgelopen. Door een eigenzinnigheid en een onafhankelijkheid. En dat ik ook een beetje een eigen idee heb over de zaken. En hoe dat ik naar de dingen kijk. Ja. En hoe kijk je naar de dingen? Je moet een ander programma maken, Magali. Het is veel te kort voor dat soort vragen. Ja, ik geloof... ik ben iemand die per definitie niet met een kudde zal meelopen. Ja. Dus gaat de kudde naar daar, dan denk ik... Oké, waarom loopt die naar daar? Is daar gevaar? Is daar geen gevaar? Ik ga eerder de andere kant op kijken dan. Van waarom gebeuren die mechanismes? Mijn vriendin is ook zo. Ja. Ik versta dat. Ik heb iets mee. Op een podium, 10.000 man voor mij, geen enkel probleem. In die 10.000 man gaan staan? No way. Het eerste wat ik heb gezien is een nooduitgang en ik sta aan de rand. Ik ga er niet in het midden staan. Het is niet mijn ding. Ja. Dus, en waarom is dat, denk je, omdat je misschien een kritischere blik hebt op de dingen van de rest? Ik ben zeer kritisch, ja. Ja. Maar ook voor jezelf waarschijnlijk? Ook voor mezelf. Ik ben kritisch omdat ik nieuwsgierig ben. Dus Ik ben niet kritisch om commentaar en kritiek te leveren, maar omdat ik geïnteresseerd ben van oké, jij denkt zo en waarom denk je zo? En als we nu zo denken of als we nu eens van die hoek kijken. Dus ik ben iemand die altijd wil kritisch blijven denken en doordenken, vragen blijven stellen, omdat het mij interesseert. Ja. En naast het stellen van vragen, vertel jij ook verhalen en dat is eigenlijk ook de bottom line, de rode draad van jouw vak, toch? Als je bedrijfsleiders helpt, dan is dat vooral om hen meer te laten inzetten op het gesproken woord, de storytelling. Ja, dat is altijd een issue geweest. Hè. Veel mensen hebben mij vaak verweten, kan je niet zeggen, maar ze kregen geen kop aan mij, zoals we het vroeger zeggen. Ja. Wat doe jij nu eigenlijk, vragen ze dan. Want jij doet van alles. Ja. Wat zeide jij nu eigenlijk? En dan denk ik, wat is er nu mis met dat? Wat is nu het probleem? Ik doe, ik regisseer, ik schrijf, ik speel. Zingen doe ik niet. Heb je niet in Kulder Sipke ooit gezongen? Ja, als je dat zingen noemt. Ik noem dat kelen. Maar dat gaat. zingen doe ik niet. Maar dat zijn allemaal verschillende dingen. En dan heb ik lange tijd gezocht naar de rode draad, dus de body of work. Ja. En dan draaide het allemaal rond het vertellen van een verhaal. Het op zoek gaan naar beweegredenen, naar een evolutie, naar een reis die mensen maken. Van A naar C of D of zo. En die reis gaan vertellen. En wat ik dan deed, is altijd een ander medium zoeken. Of uitkiezen of bepalen. Dit verhaal wordt het best verteld zo. Net zoals jij kiest om dit medium te gebruiken om je verhaal te vertellen. Ja. Maar dus daardoor heb ik allemaal die schijnbaar verschillende dingen gedaan in de ogen van de modale burger. Maar voor mij is dat gewoon hetzelfde. Storytelling is verhalen vertellen of helpen om verhalen verteld te krijgen. Maar het kunnen kiezen en het kunnen werken met verschillende media. Ja, en kan je misschien
een voorbeeld geven van de tips of het advies dat jij dikwijls meegeeft aan CEO's en bedrijfsleiders om hun verhaal beter naar buiten te brengen? Ja, eerst en vooral het is het verhaal duidelijk krijgen in hun hoofd. Ja. Dat is het belangrijkste. Dat is nog altijd een groot werk. Maar mensen hebben een aantal ideeën en die hangen soms met haken en ogen aan elkaar. En dan het tweede belangrijkste is van, wat wil je daarmee bereiken met dat verhaal? Dus daar zit ergens een onrust in die CEO of die spreker van, ik wil dit gezegd krijgen. Maar waarom? Wat zit u dwars en wat wil je ermee bereiken? En eens dat je die twee uitersten hebt, dan kan je de weg dat idee aflegt om dat doel te bereiken gaan uittekenen. Dan ga je zoeken. Hoe wordt dat verteld? Op een manier dat past bij het medium dat je hebt gekozen en de persoon die het gaat vertellen. Meer concreet, als je nu kijkt naar de persoon die voor jou zit, ikzelf, wat zou je bijvoorbeeld aan mij meegeven als het gaat over storytelling, wat ik beter zou kunnen doen aan de hand van dit medium dan? Ja, aan de hand van dit medium. jij hebt zelf een hele aparte manier van bewegen en zijn. Hè? Dus je bent atypisch. Je bent niet de klassieke presentator. Je gedraagt je ook niet klassiek. Je haar is ook al niet klassiek. Je bril is niet klassiek. Dus dat is belangrijk dat je dat blijft beogen. En dan is voor jou de zoektocht naar hoe kan je daarin professionaliseren. En tegelijkertijd je eigenheid gaan behouden. Want dat is wel Magali. Magali is excentriek, is veel, is druk. Maar is ook wie ze is direct. Dus er mag geen afgelikte Magali komen. Ja. Tegelijkertijd moet Magali ook kunnen professionaliseren en groeien in wat ze doet. En dat is een grens dat je moet bewaken. Wanneer word ik afgelikt en hoe blijf ik mezelf? En hoe zoek je zelf die door grens? Over die grens te gaan. Hè? Ja, vaak door het... Door te gaan zien, laat nu eens een afgelikte Magali zien. Hoe zou dat dan zien? Het dupjesken en zo. Van. Ja, ja. Hoe gaat dat eruit zien, zo'n afgelikte Magali? En hoe voelt Magali zich dan? En dan gaan we nog verder. En dan gaan we terug naar die andere kant. En waar zit dat in het midden? Je vermeldt daar wel iets belangrijk, vind ik, die authenticiteit. En ik vind dat toch iets is dat bedrijfsleiders lijken daar veel meer belang aan te hechten. Dreigt het gevaar niet dat het soort van gespeelde authenticiteit wordt? Ja, ik hoor daar zo vaak dingen over zeggen. Van, ik wil authentiek zijn en ik wil geen teksten van buiten leren. En het moet spontaan blijven, dus ik bereid mij niet voor. En dan denk ik, dat is omdat je niet weet wat er gebeurt als je je echt goed voorbereidt. Want dan komt de spontaneïteit terug. Het gewoon spontaan zijn, het gewoon authentiek zijn, dat kan allemaal. Iedereen gedraagt zich zoals hij is, altijd. Maar zet daar een camera voor, zet daar een microfoon voor, zet daar een gesprek, een officiëler gesprek voor. En iemand gaat direct veranderen. En dat is op zich niet erg, maar het is dan de manier waarop je verandert, dat je dan terug kan gaan bijsturen naar iets dat dicht bij jou ligt. Dus die gespeelde authenticiteit, dat zit hem in trucjes dat meegegeven worden. In verkeerde intenties, in het niet hard genoeg werken daaraan. Ja. Ja. En hou jij je ook bezig met mijn vakgebied, het geschreven woord, de geschreven storytelling? Of focus jij je echt op dat spreken? Ik focus mij echt op het spreken, maar er is altijd wel een geschreven deel in. Ja. Ja. De voorbereiding van de tekst. Ja, ik heb graag dat de sprekers die met mij werken, dat zij hun tekst ook uitschrijven. En dan krijg ik de meest geweldige gezichten te zien. Van, kan dat niet. En dan gaan we even door die emotie, door die weerstand. Maar toch doen we dat. En dat kan je op verschillende manieren doen. Hè. Mensen moeten niet zitten schrijven. Hè. Maar ik wil een geschreven versie hebben. Omdat je dan afstand kan nemen. Dan zit het niet altijd in jou. En dan kan je gaan kijken naar de taal die gebruikt wordt. En kan je ook werken aan een betere taal. Want dat is hetgeen dat iemand ook beter maakt. Als je gaat beginnen letten op woordenschat. Of op hoe dat je de dingen zet. Of een aantal mooie zinnen gebruikt. Die dan tweetables worden. En goede quotes. Dus daar haalt je nog meer uit dan alleen een keer een mooie zin gezegd hebben. En dat is werken. En dat is even door een weerstand moeten, maar dat levert altijd op. Al was het maar dat je een document hebt waarop je kan terugvallen, wat dat geweldig is. Nu, je zei dat je de stap hebt willen maken van actrice naar dat je echt ondernemend was. Ja. En ik weet nu al dat je zelf als actrice bent tegengekomen, maar in het ondernemerschap, dat is ook een heel andere wereld. Op welke hindernissen ben jij gestoten? Ja. Dus ik was sowieso altijd al ondernemend. Hè. Dus ik heb altijd wel
iemand, ben altijd iemand geweest die proactief was en initiatief nam. Dus dat zat er altijd in. Mijn ouders zijn ook ondernemers. Ik kom uit een geslacht van boeren. Dus het ondernemen zat erin. Dus ik dacht, piece of cake. En dat ging ook wel. Maar je merkt toch dat heel dat brein creatief is. Dus dat was toch wel een mindfuck. Ja. Als er zo... ik was al wel met boekhouding bezig en ik deed het al wel. En collega-acteurs die hadden nog nooit een boekhouding gezien. Dus ik was op al die vlakken was ik allemaal wel goed bezig. Maar om daar in extremes in te gaan en het structureren en organiseren, heb ik toch hardop moeten oefenen en werken. En nog steeds. Hè. Dus ik blijf een creatieve ziel. En wat goed is, ik moet dat bewaken. Net zoals jij jouw excentriciteit moet bewaken, moet ik dat bewaken. Maar anderzijds moet je daar iets van structuur in krijgen. Hè? Ja. En dat was toch, toch wel een moeilijke, of is nog altijd een moeilijke bij momenten. Structuur en processen. Want ja, de creatieveling en de ondernemer, vaak zijn die twee... Ja. Zetten die twee elkaar uit in de realiteit? Dus ik ben nu ongelooflijk hard geïnteresseerd in systemen. Sowieso technologie, maar mijn interesse voor technologie heeft niet noodzakelijk met het ondernemerschap te maken. Maar dus ik hou ontzettend van systemen, maar met als doel van mijn echte werk, namelijk het werken met sprekers, het brengen van keynotes, van daar meer vrijheid in te maken. Dus ik geloof in zoiets als de vrijheid ligt in de gebondenheid. Pascal Platel zei dat ooit in een theaterstuk dat we samen maakten. De vrijheid ligt in de gebondenheid. En dat klonk toen hilarisch in dat stuk. Maar ik merk ook wel dat dat zo is. Dus als je voor jezelf een speeltuin creëert, die dan ruimte geeft om dingen te doen, dan heb je die ruimte. Dus door systemen te installeren, automatisaties en als software te gebruiken en daar hard in te gaan, ook qua mailverkeer, een assistent te gebruiken, door al die systemen te installeren, wil ik die vrijheid om te creëren terug oppakken en terugkrijgen. Is dat niet heel moeilijk te verzoenen met jouw kritische blik op de dingen? It's a never-ending story. Hè? Het is vakantie, dus wat doet een mens als ik dan? Dan ga ik beginnen software testen. Ja, en kan je concrete voorbeelden geven? Bijvoorbeeld mailmarketing, ActiveCampaign gebruik ik heel hard. Nu ben ik... ik heb een aantal maanden geleden een planning tool geïnstalleerd die mensen die met mij willen spreken of klanten die sessies willen boeken, dat ze via een... Calendly toevallig? Nee, ik gebruik niet Calendly omdat het voor mij niet ver genoeg gaat. Ja, ik ben een maniak, hè. Ik ben echt een maniak geworden. Ik ben een geweldige nerd geworden. En een nerd en een 100% creatieveling. Dus het bestaat, hè. Het zit hier. Hè. Dat is heel raar, maar het is mij overkomen. Waarvoor ik Apple dankbaar moet zijn. Ik gebruik equity scheduling. En dat geeft mij, raar, hè, dus door de gebondenheid, door te bepalen van welke momenten ik voor wie en wat beschikbaar ben, creëert dat rust in mijn agenda, creëert dat vrijheid. Ja. Maar ik moest door dat proces van wanneer wil ik bereikbaar zijn, wanneer wil ik wat doen, want zover gaat het. Hè. Ja, want je bent ook een bezig bijtje en volgens mij kan je blijven gaan. Ik blijf nog altijd gaan. Dus het moment is nog altijd niet gekomen dat ik niks doe. Het staat voor mijn to-do van vandaag. Deze vakantie ga ik ook genieten en rusten. Maar ik geniet van mijn werk. Dus ja, dat is een dilemma. Is dat niet een heel groot gevaar als je werk je grote passie is? Waarbij voor heel veel mensen ongetwijfeld herkenbaar klinkt? Ik heb nooit anders geweten. Ja. Dus ik heb het geluk gehad van in het begin echt... ik ben daar nu... Een gelukszak in, ja. Of ik heb het ook zo gestuurd. Heb ik heel mijn leven kunnen doen wat ik wou. Ik heb wel opdracht gedaan voor brood en brood op de plank te krijgen. Maar in de fond heb ik altijd gedaan wat ik wou doen. Ja. En wat vond je... Je hebt waarschijnlijk ook een paar tegenslagen gehad. Welke zijn de voornaamste die je herinnert? En hoe hebben die jouw verdere carrièrepad bepaald? Ja, ik zie dingen die mislukt zijn niet als mislukkingen, maar eerder als opportuniteiten. Dus ik heb heel snel, al heel jong, geleerd dat als je tegenslag hebt, dat het iets is om uit te leren en voor te gaan. Dus ik rouw dan heel diep en hard. Dus dan vol een bak huilpartij, drama, kort,
en ja. voort. Bacteriën blijft er toch wel in zitten. Ja. Ik kan huilen op commando, hè, Magali. Dus of ik kon dat toch? Dat ik het nu nog kan. Dus, en er zijn, natuurlijk zijn er zo'n aantal dingen geweest van kansen die je zag voorbij gaan. Wat zou je jongeren zelf meegeven? Als je het nu opnieuw kon doen, als je nu als onderneemster kon beginnen ja. en terug in het verleden kon gaan, wat zou je echt anders aanpakken? Goeie vraag. Ik denk dat ik... Ik had 10 jaar eerder moeten stoppen met spelen en beginnen ondernemen, denk ik. Waarom is die leeftijd zo belangrijk? Energie, tijd om uit te proberen, tijd krijgen om te groeien. Nu, langs de andere kant was het nu ook het moment. Het komt nu allemaal, het komt heel gemakkelijk. En misschien ja. juist omdat ik die ervaring heb opgedaan. 10 jaar jonger betekent ook minder ervaring. Maar ik zou het toch rapper hebben gedaan. Ja. Ik heb te lang gewacht, terwijl ik al langer wou. Maar ja. Ik heb te lang gewacht. Ja. En met welke bedrijven werk jij vandaag zoal, zoal samen? Wie zijn zo de... Ja. ING, Retail Detail, Nexworks, wacht, Too Good To Go, Make Sense. Too Good To Go, dat is die voedselverspilling. Ja, van Johan Malisse, ja. Geweldig concept. Ja, geweldig concept. Geweldige jonge man ook. Ja. ja. En hen help je met public speaking? Ja, Jonas moet ook voortdurend gaan spreken. Hè? Die, ja. En zijn visie gaan verkondigen. En dan, maar dat is dan Jonas zelf, hè, dat ik dan train. Ja. Wat zijn, niet per se wanneer je samenwerkt met die bedrijven, maar gewoon algemeen in het leven, wat zijn jouw... Je helpt mensen mee op zoek te gaan naar hun vraag, maar wat zijn jouw eigen doelstellingen? Wat wil jij ja. vooral bereiken? Voor mij is de weg... er naartoe altijd belangrijker dan het doel op zich. Maar het betekent niet dat ik geen doelen heb. En mijn initiële doel altijd al is geweest, is van kijk, je hebt een pakketje talenten in meegekregen. Doe daar iets mee. Ja. Ik vind het mijn morele plicht om daar iets mee te doen. En hopelijk wordt er dan iets, komt er iets groot uit of iets klein uit. Maar exploreer de tijd en de talenten dat je hebt. Dus doe daar iets mee. Daar ben ik... Het gaat heel goed. Dus voor mij is nu op dit moment het uitbouwen van mijn eigen thought leadership en daarmee ja. de baan op gaan. Dus meer werken aan zelf die spreker worden. Ja. Dat is wat nu op de agenda staat. Naast het trainen, dat blijft uiteraard. Hè. Hoe vind jij vandaag nog een... Want je hebt heel torenhoge ambities en dat is mooi, maar hoe vind jij daar vandaag... Als vrouw die ook een gezin heeft, ja. Een balans met jouw ja. privéleven in? Nooit. Het is een kotse crap, hè. Balans, het woord balans. Ik denk dat je moet vrede nemen. Feel comfortable with the uncomfortable. Ja. Ik heb twee tieners thuis die hetzelfde ondernemersbloed hebben meegekregen. Dus ik heb het nog harder gemaakt. Dus vaak zit het zo dat ik mijn ambitie moet afwegen tegen hun groeiende ambitie. Pas op, dat zijn tieners, ze zitten nog op school, maar die wil nu aan een bedrijf beginnen. Dus ik moet die... Ik wil ze voeden en tegelijkertijd temperen. Dus dat is... Die balans is er met momenten, maar dat is niet blijvend. En ik denk dat dat een utopie is als ondernemer. En je daarnet zei ook van de weg ernaartoe is belangrijker dan een doel. Ja. Hoe bedoel je precies? Omdat je... Dat doel, ik merk bij mezelf dat als ik een doel heb bereikt, dat het saai wordt. Ja, nieuwe doelen? Ja, tuurlijk. Maar daarom vind ik de weg ook belangrijker. Ja. Van hoe ga ik daar naartoe? Zorg ik ervoor dat ik daar geraak? Hoe experiment? Wie ontmoet ik onderweg? En welke zijwegen zijn er daardoor? Ja. Want doorgaans bereik ik mijn doelen. Dus ik weet dat er komt, dat mij lukt. Maar ja, als eens dat je daar staat... En dan is het en nu. En als je dat niet genoten hebt, dan... Ja. En we zijn net een nieuw jaar gestart. Ja. Wat zijn jouw plannen voor 2020? Ik ben nog niet aan mijn voornemens begonnen of zo. Maar een van die doelstellingen is die keynotes verspreiden. En die draaien dan allemaal rond wat voor mij mijn dat is zo hetgeen, als je je ketel wilt aansteken en je moet zo... Aansteken. Maar zo woem, hè, dat doet zo woem. Steekvlam. Die steekvlam, ja. Maar je moet zo'n keer een dagje... We hebben net een nieuwe ketel, hè. Dat is wat ik dan weet.
Onthoud, belangrijk dat je steekvlam altijd aan is, maar dat je zo een keer boom kunt doen. En dat is voor mij nieuwsgierigheid. Dus die nieuwsgierigheid die drijft mij altijd naar op nieuwe paden, naar nieuwe wegen en nieuwe doelen. Maar ik zie ook dat nieuwsgierigheid ook een gevaarlijk iets is. Ja. Dus dat is een beetje een tweesnijdend zwaard. Hè. En die spanning, dat vind ik als artistiekeling, als storytelling architect dan, vind ik interessant. Van waar kantelt het een naar het goede, waar kantelt het naar het slechte? Waarom is nieuwsgierigheid soms zo gevaarlijk volgens jou? Ah ja, kijk, alles. Nieuwsgierigheid creëert een nieuw idee, creëert iets van... Hoe zou het zijn als what if? What if dat en dat en dat? En dan wat merk je in de technologie? Dat mensen daar dan mee aan de slag gaan. Wat als we een knie zouden kunnen vervangen? Wat als we, als we een oor zouden kunnen organisch maken? En dan hop, dan gaan ze daar beginnen onderzoek naar te doen. Wordt dat gecreëerd? En dat lukt en dat lukt en dat lukt. Maar dan blijkt dat er ook andere dingen met die zaken kunnen gebeuren. Bijvoorbeeld... Atoombom was initieel niet bedoeld om een bom te maken, maar initieel was dat een energiebron. Ja. Een nieuwe energiebron. En elektriciteit werd ook gebruikt voor de elektrische stoel. Ja, voilà. Dus je krijgt toepassingen die met de beste intenties en vanuit een ongelooflijk menselijke nieuwsgierigheid zijn gecreëerd. En dat kantelt zich ineens. En wij mensen, wij zijn daarin gevaarlijke wezens. Hè? Dat onze nieuwsgierigheid moet de juiste wegen aflopen. Wat zijn jouw angsten? Mijn angsten. Ik denk op dit moment dat mijn kinderen... dat mijn kinderen niet positief naar de toekomst kunnen kijken. Want dat heeft de jeugd wel, merk ik. Ja? Die zien een wereld op zich afkomen waar ze niet vrolijk van worden. En dat vind ik... Door politieke ontwikkelingen? Of? Maar alles... Dus alles mijn dochter kan zo vertellen van ja, ik weet niet of ik kinderen op de wereld ga zetten, want wat voor wereld krijgen die hier nu? Het begint hier als die klimaatopwarming. Ik ben er eigenlijk wel mee akkoord. Ja, maar ja, ik kan niet moeilijk. Ik kan ook niet zeggen van wow, maar zij zitten er wel in, hè? Ja. Zij zitten er wel in. Zij zijn de volgende generatie. Ja, zij. Ja. Maar je doet er in ieder geval alles aan om eigenlijk mee dat positief ondernemerschap en die creativiteit te stimuleren bij hen. Ja, absoluut. Ja. Ja. En dat moet je vooral blijven doen. Ja, dat zijn mama's voor, hè. Wel, en hierbij mag ik weer al een nieuwe aflevering van TechMike afsluiten. Indien je het even interessant vond als ik, dan mag je altijd een thumbs up geven. Of als je vragen hebt voor Iyanka, drop ze gerust in de comments. En vergeet niet te subscriben. Iyanka, dank je wel om hier te zijn. Dank je wel, Magali.